Wat doen jullie nou? Wij zijn flagellanten. Wij geeselen onszelf op de rug. Op de boete voor onze zonde. Wij willen vergeving van onze Heer. Maar wat hebben jullie dan gedaan? Jokken. Afkijken op school. Appels gestolen. Ja, belletje trekken. Mijn broertje plagen. Maar zo erg is het toch niet? Ja, dat is heel erg. We moeten boete doen, maar anders komen we in de hel. Lieve mensen, doen jullie allemaal mee? Met de flagellanten. De bedoeling is dat je jezelf 4 maal daags tot bloedens toe slaapt. En je mag je een maand niet wassen, niet scheren. En je moet elke dag dezelfde kleren aan. En je moet al je geld weggeven, want geld is de duivel. En dan vallen we op de knieën. En dan slaan we onszelf met een touw of een zweep op de rug. En zo verjagen we de pest, de zwarte dood. Oh ja? Hoe dan? De pest is een straf van God. En door onszelf te slaan, stemmen we hem gunstig. En dan stopt hij met de pest. Wij moeten jullie hier niet op sodomieteren. Wat krijgen we nou, zeg maar? We komen jullie redden. Ach, wel nee. Overal waar jullie zijn geweest is de pest. Jullie brengen zelf die pest rond. Nee! Oh, is het zo? Brengen wij de pest rond? Wij zijn de pest! Nee! We moeten onszelf harder straffen! Precies! Opdonderen nu! Wegwezen nou! We moeten de boetedoening verdubbelen! Wimmel tempo, mensen! Hé, zal ik ook bij de vlaggenlanten gaan? Je bent er al bijna eentje. Oh ja, hoezo? Nou, je hebt geen geld, je was je niet en je draagt al maanden hetzelfde hemd. Oh ja. Au! Au!